oh my god, als je een kind hebt, dan is je leven voorbij. Toch wel een beetje een traumatische ervaring of zo. Goedemorgen, ik ben gedoucht en wel. Ik ga zo even wandelen met Eve, boodschappen halen en ja, dat is even de ochtend. Ik heb net ook even een dutje gedaan. Happy. Happy. Hoi. Hi, Toot. Oh, dat was iets te veel. Wat doe jij? Nee. Dat is echt... Nee, slikken. Zo, ik ben er even bij gaan zitten. Vandaag was ik eigenlijk de hele dag met mijn moeder. Dus ik heb niet zo heel veel kunnen filmen. Omdat zij gewoon ook niet op de vlog wil. Dus ja, en verder, ik was gewoon lekker vrij. Ik was gewoon lekker met mijn moeder. Dus ik kon niet echt veel laten zien. Maar ik dacht, ik ga even een soort van videootje opnemen. Over hoe ik moederschap nou echt ervaar. Ik krijg heel veel reacties op Instagram van... Hoe doe je dit allemaal? Heb je tips? Ik krijg ook heel veel reacties van... Hey, ik ben zwanger. Waar moet ik me op voorbereiden? Of heb jij cursussen gedaan? Bla bla bla. Misschien moet ik een aparte video hiervan maken. Maar ik dacht, ik ga gewoon in het kort... Om deze video ook een beetje op te vullen. Vertellen ja, hoe moederschap voor mij is. En hoe ik er nou echt over denk. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... Oh, moederschap is fantastisch. En dat is het ook. Maar er komt vooral ook ja, heel veel... veel meer bij kijken. En ik dacht, misschien is het wel leuk om te vertellen, zeg maar, hoe ik over zwangerschap, moederschap dacht voordat ik zwanger was en hoe ik er nu over denk. Nou, bijvoorbeeld mijn bevalling. Ik wou altijd al kids. En ik wist ook dat ik ze op vrij jonge leeftijd wou. Ja, ik was 28 toen ik Eve kreeg. Dus ja, ik vind het gewoon een mooie leeftijd. Niet te jong en ook weer niet te oud. Ja, ik had eigenlijk altijd gedacht dat zwangerschap best wel heavy zou zijn. Omdat ik ook best wel veel verhalen rondom hoorde van... Ja, zwangerschap is gewoon best wel hels. Alleen het positieve is dat je kan eten wat je wil. En ja, dat je niet echt bewust hoeft te zijn van je lijf. Nou, dat zag ik heel anders toen ik zwanger was. Ik ben juist heel erg op mijn voeding gaan letten. Ik ben ook... eigenlijk voordat ik al zwanger was, ben ik veganistisch gaan eten. Maar helemaal toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, dacht ik echt... Oké, ik moet echt bewust gaan letten op mijn eten. Dus heb ik toen besloten om eigenlijk 100% veganistisch te gaan eten. Ik kwam niet echt heel erg aan tijdens mijn zwangerschap. Alleen de laatste periode wel. Dat was echt zo boef. Maar in het algemeen, kijk, mijn zwangerschap was best wel chill. Ik ben ook geen dag misselijk geweest of iets. Dus ja, ik kijk daar achteraf heel erg fijn op terug. Maar mijn bevalling, dat was, nou ja, voor de mensen die mij al een tijdje volgen. Ik heb niet de hele geboorte van Eva gefilmd of zo. Dat wou ik niet. Maar ik laat wel de eerste beelden zien. En ik vertel hoe mijn bevalling was. Dus ik zal die even ook in de beschrijving, de link daarvan, zal ik even noteren. Zodat jullie die even terug kunnen kijken, mochten jullie dat leuk vinden. Maar mijn bevalling was best wel heftig. Ik heb er in totaal 52 uur over gedaan.
uiteindelijk, de laatste paar uurtjes bleek dat, ja, dat er toch een keizersnee moest gebeuren. Dus toen heb ik een keizersnee ondergaan. Nou, dat herstel was best wel intens. En dat wist ik ook nooit van een keizersnee. Heel veel mensen die zeggen van, oh wat chill, keizersnee, oh geweldig. Ik vond dat best wel intens, zo'n keizersnee. Ook omdat je gewoon, ja, ik ben nog nooit in mijn leven geopereerd. Dus ik vond het heel spannend dat ik daar in die operatiekamer lag. En dat ook nog eens je kindje komt. En het ging ook heel snel. Dus ja, dat was voor mij toch wel een beetje een traumatische ervaring of zo. Ik vond het best wel intens. Maar dan heb je echt je baby in je armen. En wat dat betreft zijn wel echt alle clichés waar. Dat je gewoon, je vergeet de pijn. Je bent intens gelukkig. Ja, ik kon alleen maar huilen. Ik had ook onwijs last van kraamtranen. Dat was echt niet normaal. Ja, ik vond het gewoon een heel mooi moment. Maar het was toch wel voor mij ook echt zo van, okay. Ik weet nog dat Mick ook met Eva in zijn armen naar mij toe kwam. En ik lag daar nog en ik werd dichtgemaakt. En toen zei hij van, oh my god, Jean, dit is ons kind. Zo van, dit is ons dochter. Ja, daar moet je gewoon, het was voor mij niet meteen een soort van zelfsprekend van, oh my god, ja, ik weet je wel, ik voelde wel gewoon meteen een klik natuurlijk. Maar het blijft zo bizar dat je nog, je krijgt opeens een heel klein, lief, heerlijk kindje in je arm. En dat is dan gewoon jouw dochter. Ja, ik kan het niet echt heel goed uitleggen. Maar ja, dat is gewoon echt het bizarste wat ik in mijn hele leven heb meegemaakt. Gewoon van, dit is je kind. Echt, ja, echt bizar. Maar goed, herstel was best wel pittig. Ik heb 3 dagen niet kunnen of mogen lopen. Moest ook 3 dagen in het ziekenhuis blijven. Ik lag er ook echt 2 weken helemaal af. Daar had ik best wel, ja, ik was er natuurlijk niet op voorbereid, want ik zou gewoon natuurlijk bevallen. Maar ik had daar wat meer over willen lezen, zodat ik daar wat meer kennis van had of zo. Maar ja, dat kan niet, want je kan niet overal op voorbereid zijn of zo. Nu ze er is, sowieso. Ik dacht altijd van, oh my god, als je een kind hebt, dan is je leven voorbij. Alles stopt. En je prioriteit nummer 1 is je kind. Dus je leeft voor je kind, bla bla. Nou ja, nu ik gewoon haar heb en ik nog steeds gewoon aan het werk ben en nog steeds zoveel, misschien wel meer, zoveel passie heb voor het werk wat ik doe. En ik heb zo'n erge drive gekregen om, weet je, juist ook voor haar te doen. En om haar op een dag ook gewoon heel erg trots te maken van, kijk, dit is wat mama heeft opgebouwd. Dit is wat ik allemaal heb gedaan. En ik hoop dat ik haar daar, daarin heel erg kan inspireren of zo ook. Maar ik merk wel dat, vooral in het werkveld waar ik in zit. Kijk, je lijf is natuurlijk je werk. En sowieso na de bevalling is mijn lijf ontzettend veranderd. Ook omdat ik een keizersnee heb ondergaan. Mijn hele buik is zowat uit elkaar gescheurd. Dus mijn lijf is gewoon veranderd. En daar ben ik best wel ook gewoon onzeker over. En ik had altijd gedacht van, oh my god, nee, na de bevalling, meteen na 2 weken sporten en blablabla. Maar je hebt te maken met hormonen. Ik had dan een keizersnee, dus ik mocht sowieso 6 weken lang, volgens mij mag je sowieso 6 weken lang niet sporten. Maar dan mag je even rustig gaan wandelen of iets. Ja, dat was sowieso anders voor mij. In realiteit is het gewoon zo anders of zo. Ik kan niet echt uitleggen. Voor mij was het best wel een stap. Kijk, ik moest al na 3 maanden moest ik alweer aan het werk. Ik moest een tour doen. Dus dat was ook meteen echt, ik moest 63 nummers moest ik doen. Samen met 2 andere zangers. Dus dat was echt in een hele korte periode repeteren. Ja, het was gewoon best wel heel erg intens. Ja, je bent toch wel, je bent niet heel anders, maar je bent toch wel, ja, in een soort van ander universum of zo, omdat je net moeder bent. Dus ik was sowieso heel erg onzeker van, oh my god, hoe kan ik het nog wel? Kan ik nog wel, ja, zingen zoals ik ooit deed? Of is mijn stem misschien anders? Ga ik niet blokkeren? Of hoe zie ik eruit on stage? Reageert mijn lijf daarop? Je voelt je heel erg kwetsbaar of zo. Ja, dus dat wou ik zeggen. Ik merk wel dat ik krijg heel vaak, nou ja, niet heel vaak, maar als ik mensen bijvoorbeeld spreek die ook in hetzelfde werkveld als ik zitten, dan krijg ik heel vaak de vraag van, oh, jij kan niet meer musicals doen, want je hebt nu een baby.
Dus ja, dat kun jij niet doen, toch? Ik krijg heel veel ook van... je wil natuurlijk nu gewoon lekker bij je kind zijn. Dus dan wil je natuurlijk niet meer zo graag. En dan denk ik, nee, tuurlijk... Heb je daar mensen tussen zitten die heel erg, die gewoon alleen maar met hun kindje willen zijn. En zoiets hebben van, nou ja, voor mij hoeft het niet meer zo. Maar ik vind het best wel intens als men denkt dat het voor iedereen is die een kind heeft gekregen. Dat je gewoon niet meer een soort van passie kan voelen. Of juist meer passie kan hebben voor je werk. Of dat je juist weer echt gewoon jezelf... Echt jezelf wilt voelen. Voor mij was het heel fijn om echt weer na eigenlijk een half jaar of zo. Had ik echt zoiets van. Ha, ik voel me eindelijk weer een beetje mezelf of zo. En nu ben ik echt zo blij dat ik weer echt. Ik bedoel, even is bijna een jaar. En ik merk dat ik nu echt weer een soort van. Oké, ik ben er weer qua hormoon. En nou ja, mijn lijf. Ik ben nog wel aan het knokken met die zwangerschapskilo's. Maar I will get there. Wat ik ook heel erg heb geleerd is dat ik dat je jezelf echt de tijd moet gunnen. En niet meteen denken van, oh ja, ik moet over een maand moet ik alweer op Instagram helemaal in bikini staan na mijn bevalling. Ik weet dat heel veel mensen dat doen op Instagram en zo. Maar dan denk ik, ik vind dat zo, het is zo oneerlijk. En zo, weet je wel, tegenover elkaar. En kijk, tuurlijk, als je dat wil doen, prima. Maar ik, wat ik wel erg merk, is dat het een soort van competitie wordt van... Oh ja, one month postpartum. En dat het een soort van strijd wordt van... Oh my god, hoe sneller ik weer back in shape ben, hoe beter. En het is zo onrealistisch allemaal. En weet je wel, de een die is zo weer back in shape. De ander doet er wat langer over. De een heeft een wat makkelijkere bevalling gehad dan de ander. Dus ja, weet je, iedereen is verschillend. Wat ik best wel lastig vind is... En waar ik voorheen natuurlijk absoluut geen... rekening mee hield, is dat ik bijvoorbeeld... Nou, ik ben nu deze video aan het opnemen. Maar jullie weten niet dat Mick gewoon zo aan het wiegen is met Eva. Omdat zij net gewoon... Ja, zij kwam gewoon niet lekker in slaap. En ik had zoiets van, oh my god, ik wil nog heel graag een video opnemen. En ik wil dit heel graag kwijt. En weet je, ik heb dan echt de allerliefste man die dan gewoon zegt... Oké, ga je video opnemen? Ik ga met haar gewoon lekker in de weer. Het is niet meer zo vanzelfsprekend om dingen te doen. Dus in de zin van, oké. Ik ga nu even naar de studio in Rotterdam om even aan liedjes te werken. Nee, want je hebt een kind. Dus daar moest ik wel echt in het begin aan wennen. En nog steeds, want soms kan ik daar best wel in eerste instantie van balen. Dat je denkt, oh, ik had eigenlijk dit op de planning. Of ik wou even, weet ik veel, content creëren. Ik wou covers opnemen. En soms lukt het niet, omdat ja, Eve zich dan niet lekker voelt bijvoorbeeld. En dan ja, moet ik er gewoon natuurlijk voor haar zijn. Dus dan ben ik gewoon met haar in de weer. En dan is de dag weer voorbij. En dan heb ik niet kunnen doen wat ik wou op dat moment. Maar ja, ik heb gewoon geleerd dat ik die dingen dan op een ander moment moet doen. Of ja, gewoon ik leer wat efficiënter met mijn tijd om te gaan. Dus ja, daar struggle ik af en toe nog wel mee. Ja, ik weet niet. Ik lul nu een soort van random dingen. Maar ja, misschien moet ik hier even een goede aparte Q&A of zo over maken. Mochten jullie nog vragen hebben of zo. Of dingen willen weten. Dat ik die dan uitleg... Beantwoord. Ja, conclusie van dit verhaal. Ja, hoe kijk ik naar het moederschap? Ik kijk heel fijn, heel erg positief. Ja, ik vind het zoiets bijzonders, maar het is ook reetzwaar. En ik weet dat, ja, ik dat misschien niet laat merken en zo. Ook gewoon online of vrienden, mensen om je heen. Het moet allemaal maar zo. Oh ja, nee, het gaat prima en het gaat makkelijk. Maar soms is het gewoon echt... heavy. En helemaal dat eerste jaar. Eve is nu bijna 1. Dus ik ja, evalueer gewoon eigenlijk even mijn verhaal. Maar ik merk dat toch het eerste jaar is echt... Vooral de eerste periode dat ze zo klein is. En weet je, elke periode heeft wat hoor. Want ik vond het dan heel erg chill dat ze dan gewoon sliep. En dan kon ik heel veel bijvoorbeeld werk doen. Dus weet ik veel, mailtjes beantwoorden. Of even een soort van me-time. Maar nu ze bijna loopt, en dat is dan wel weer heel erg leuk. Maar dan moet je wel continu haar entertainen, vermaken, leuke dingen doen. Ja, ze is nu, wordt nu echt zo'n mini-mensje. Dus je bent veel meer met haar bezig. Voor de rest ben jij er ook nog en je partner. Dus ja, soms is het gewoon best wel pittig. Maar nou ja, Mick is echt de allerliefste. En ook super met Eva. En sowieso doen wij nog steeds...
wat we eigenlijk daarvoor deden. Dus we gaan, ja, weet ik veel, we gaan uit eten en we doen gewoon nog steeds de dingen die we deden. Alleen nemen we haar nu mee waar dat kan. En ja, waar dat niet kan, dan niet. En dan proberen we oppas te fixen. Ja, we zorgen wel gewoon dat we echt quality time hebben. En ik ben heel erg blessed dat Eva gewoon best wel een makkelijk kindje is. Dus ze slaapt heel goed door. Ze eet heel goed. En ze kan heel goed alleen spelen. En het is heel, ja, het is heel relaxed met haar of zo. Dus dat is heel fijn. Ik kan me heel goed voorstellen als je een huilbaby hebt, dat dat echt, wow, echt wel heftig is. Maar goed, ik heb echt heel erg random en van hot naar her gepraat volgens mij. Dit was even wat ik met jullie wou delen. Dus laat me weten in de comments als jullie hier een extra video over willen hebben. Ik zal dan wel binnenkort een Q&A houden. Ja. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan alsjeblieft op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Ik wil aan het einde van de maand 5000 abonnees halen. Ik hoop echt dat het lukt. Doe je duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En ik zie jullie morgen weer. Muah.